Dag allemaal. Even vanuit mijn huis hier in Israël. Hier moet je ook binnen een radius van 100 meter van je huis blijven. Dus ja, wel een beetje gekkenhuis. Althans, maybe it's all in your mind. Weet je, het kwam zo in me op, aangezien ik ook zelfstandige ben. En dat ik dus vanzelfsprekend ook met andere zelfstandigen praat. En ik merkte op dus dat sommigen echt slapeloze nachten hebben. Ze zien echt voor hun ogen hoe hun zaak doodbloedt. En weer anderen zitten er relaxed bij. Omdat ze misschien inzien dat hier misschien iets gaande is wat bigger is than life. Dus misschien kun je het beter accepteren. En denken van ja, alles dient een hogere doel. En dit is ook voor het goede. Maar ik wil absoluut niet het probleem afzwakken. Want bij mij valt het best wel mee. En ik heb ook een hele positieve vrouw in huis. Die alles is zo positief ingesteld. Dus dat helpt ook altijd. Maar sommige mensen zitten echt zwaar in de problemen. Maar uiteindelijk komt het wel op neer van heb je een soort rust in je? Of maak je je als een gek zorgen? De kans is namelijk groter dat je hiervan ziek wordt dan dat je echt van corona ziek wordt. Dus ik dacht, laten we het hebben over de cellen. Hoe de cellen in ons lichaam werken. En misschien dat je dan iets zult begrijpen wat de meeste artsen in de wereld niet doorhebben. Kijk, de doktoren hebben het over de genen. Maar eigenlijk gaat het over de cellen. Kijk, je bent gemaakt van 50 biljoen cellen. En de cellen zijn levende wezentjes. Dus eigenlijk is één ieder persoon een gemeenschap. Dus elke cel in je lichaam heeft aan de binnenkant een negatieve spanning en aan de buitenkant een positieve spanning. Dus elke levende cel is dus eigenlijk een batterij van 1,4 volt. Dus 50 biljoen cellen, dat is dus 50 maal 1,4, is 70 biljoen volt elektriciteit. Ja, dus ieder persoon is nu 70 biljoen volt. We zijn dus als een soort lopende atoombom, groot woord. Maar moet je je dus voorstellen, als je dus jezelf enigszins traint in beter concentreren of meditatie en dus deze energie naar een bepaalde richting focust, dan kun je dus bijvoorbeeld die energie gebruiken voor genezing. Kijk, het werkt ongeveer zo. Je ziet jezelf als een fysieke entiteit. Maar in de nieuwe fysica ben je eigenlijk energiegolven die op elkaar inwerken. Alle dieren en planten communiceren door middel van vibraties. Ja, bijvoorbeeld een kat die voelt op afstand de vibes van een hond. En zo kan ook de mens in een bepaalde plek zijn. Er wordt niet tegen je gepraat, maar je voelt gewoon de bad vibes. Het punt is dat alle organismen communiceren door middel van trillingen. En eigenlijk voelen we zo of we in een goede of in een slechte plek bevinden. Dus we hebben die vaardigheid, maar we trainen het niet verder. Nou, wat vandaag dus bestudeerd wordt, is niet het fysieke, maar eigenlijk juist de golven of de trillingen. Hoe zij interfereren. Oké, tot hier. Nou gaan we dus echt over de serieuze dingen hebben. We gaan dus kijken hoe je gedachten uitgaan en je leven beïnvloeden. Dus als je in angst leeft, dan trek je foute situaties aan. Ja, onze onderbewustzijn brengt vaak
brengt ons vaak naar dezelfde situaties. Ook al zijn we verhuisd, of we hebben een nieuwe baan, of we hebben een nieuwe partner. Stel, je hebt gefaald met je zaak en je begint een nieuwe zaak. Nou, als je dan dezelfde frequenties blijft uitstralen, dan zal je nieuw initiatief ook falen. Of, misschien niet zo'n leuke voorbeeld, maar bijvoorbeeld een mishandelde vrouw die altijd vernederd wordt. Hè? Je hoort wel eens dat wanneer zij dus haar partner verlaat en ze heeft dus een nieuwe partner, dat ze dus weer in die nieuwe relatie weer vernedering ondergaat. En waarom gebeurt dit? Dat is dus omdat zij nog steeds de vibraties uitstraalt van een slachtoffersrol. Die blijft ze uitzenden. Dus die vibraties werken als een soort magneet. En in onze tijd wordt dit de wet van de aantrekking genoemd. Het is heel populair tegenwoordig over de hele wereld. Nou, ik begon dus met mijn verhaal. Dat in ieder eigenlijk een gemeenschap is. Hè? Een gemeenschap van 50 biljoen cellen. Nou, elke cel is dus intelligent. Maar wanneer ze in een gemeenschap zijn, dan geven ze hun eigen persoonlijke intelligentie op en reageren ze allemaal op de centrale stem. Je geest. Dus Die gemeenschap van cellen vertegenwoordigen één entiteit, jezelf. Nou, deze gemeenschap van cellen volgen wat de centrale stem in wezen is. Dus als de centrale stem zegt, ga dood, dan zullen die cellen sterven. De centrale stem is dus je geest, oké? Dus hier gaat het om. Waarom hebben wij problemen in ons leven en is ons leven niet in controle? Dus hoe werkt de geest? Nou, er zijn dus signalen van de omgeving, zowel intern, extern van het brein. En de functie van de hersenen is om die signalen waar te nemen en ze dan te interpreteren. Dus deze informatie wordt dan naar de cellen gestuurd. En de cellen hebben dan weer controle over het gedrag en de genetica. Dus de functie van de hersenen is perceptie. En vanuit die perceptie ontstaat het bewustzijn van de geest. Nou, nu kennen we allemaal de placebo-effect. Ja? Dus placebo-effect is wanneer je dus positieve gedachten over iets hebt, dat je dan jezelf kunt genezen. Dus stel je krijgt een suikerpil, maar je bent overtuigd dat het een echte pil is en in één keer ben je genezen. Nou, het was dus niet de pil, maar je gedachten. Er zijn dus statistieken die aantonen dat 1/3 van alle genezingen, inclusief operaties, dat het allemaal resultaat is van het placebo-effect. Dus met positieve gedachten hebben we het over placebo-effect. Maar wat nou als we negatieve gedachten hebben? Dat noemen we het nocebo-effect. En net zoals positieve gedachten je kunnen helen, zo kunnen negatieve gedachten je doden. Dus denk hier eens over na. Een dokter vertelt jou dat je niet lang meer te leven hebt. En je gelooft de dokter, want hij is een professional. Ja, de kans is dus groot dat je dan komt te sterven. Kijk, de enigszins bekende dokter Bruce Lipton komt met een interessant voorbeeld. In het zuiden van Amerika is er dus een religieuze groep genaamd de Baptist Fundamentalist. Ja, ze zijn ook wel bekend met hun snake handling churches. En deze groep brengt zichzelf in een religieuze extase. En ze zijn zo overtuigd dat God hun beschermt,
zodat ze dus met giftige ratelslangen werken. En nou is het dus zo dat je wel eens gebeten wordt door zo'n slang. En het gekke is dat er niets gebeurt. En sommige van hun drinken zelfs strychnine. Dat is dus een soort hele giftige stof uit een bepaalde boom. Volgens mij uit Indonesië. In ieder geval uit Zuidoost-Azië. Maar hoe dan ook, als ze dus in zo'n extase verkeren, dan heeft het geen effect op hun. Dus, als je zo'n giftige drankje kan nuttigen, dan kun je je ook afvragen waarom wij ons zo druk maken om wat we eten, gifstoffen, luchtvervuiling. Hè? En dat is omdat wij geloven of overtuigd zijn dat het slecht voor ons is. Maar hoe dan ook, kan ik die gif niet in me nemen. En waarom niet? Omdat mijn geloof niet zo waterdicht is als hun geloof. Kijk, soms denken we dat we een volle geloof of overtuiging hebben, maar in onze onderbewustzijn zitten we vol onzekerheden. En we moeten wel heel goed onthouden dat het onderbewustzijn meer effect op ons leven heeft dan gewone bewustzijn. Dus kijk, ik zie het zo. In de oudheid werd geloof dus uitgelegd door middel van verhalen en metaforen of mystieke uitleggingen. En vandaag kunnen we het met een biologische, wetenschappelijke manier begrijpen. Je moet alleen jezelf ervoor openzetten, wat de meeste de doktoren niet doen. En voor mij is dit waar geloof en wetenschap een eenheid vormen. En dus de wet van de aantrekking, wat ik eerder noemde, is dus eigenlijk een gewone wet zoals elke wet in de natuurkunde. Dus wat zal ik zeggen? Ik denk dat we allemaal ook wel inzien dat we in een soort tijdperk zitten van één grote egotripperij. Iedereen leeft voor zichzelf. Maar we moeten wel onthouden dat uit zo'n vloek altijd een zegen tevoorschijn komt. Dus misschien dat uit deze coronavirus-pandemie uiteindelijk een soort gevoel van collectieve verantwoordelijkheid tevoorschijn komt. Hè? Zo'n collectieve verantwoordelijkheid tegenover de medemens, maar ook tegenover je eigen 50 miljoen cellen die zelf een gemeenschap vormen. Dus niet vergeten, elke cel heeft een positieve en een negatieve spanning. En ze luisteren collectief naar je centrale stem. Je geest. Laat je ze dus positief op of negatief? Nou, pas op jezelf.